Hey, leuk dat jullie er weer zijn. Zoals jullie net zagen, heb ik mijn Jack Daniels UDS opgehaald in mijn stalling. En waarom? Want we gaan vandaag porksteaks maken. Als jullie Netflix hebben, en ik denk dat het grootste gedeelte tegenwoordig wel Netflix heeft, misschien wel eens de Chef's Barbecue Table afleveringen gezien, waarin Miss Tootsie voorbij kwam. Nou, die maakte dus lekkere porksteaks. Boven kolen, zeg maar. Dus direct, waardoor, direct op laag temperatuur. Dus waardoor het vet van de porksteaks drupte in de kolen. En dat aroma gaat weer zeg maar omhoog. Nou goed, welke barbecues zijn er ideaal voor? Nou, dat is de Weber Smoky Mountain natuurlijk. Maar ook een Ugly Drum Smoker of gewoon een Drum Smoker. En die had ik toevallig nog in mijn stalling staan. Want ja, ik kan niet alle barbecues hier kwijt, mijn man cave. Dus die hebben we dus net opgehaald. Ja. Ik ben blij dat ik hem weer even van stal mocht halen, zeg maar. Want het blijft gewoon een mooie drumsmoker. Dus ja, die gaan we gebruiken. We gaan Griekse porksteaks maken. Dus niet die Texas-Amerikaanse porksteak van Miss Tootsie. Maar we gaan er een Grieks tintje aan geven. Nog steeds zullen ze heel lekker worden natuurlijk. Maar met wat souvlaki kruiden erop gaat dit wel echt een heel lekker maaltijdje worden. Wil je meer van dit soort video's zien, tips, tricks en recepten die ik natuurlijk graag met jullie deel, vergeet je dan niet om te abonneren. Druk dan ook gelijk op dat belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw filmpje upload en dan ben jij er als eerste bij. En je kunt me ook volgen op Instagram en Facebook, @NoskuBarbecue. Meestal in de aanloop van deze video krijg je al een idee van waar de video over zal gaan in het weekend. Dus volgens mij is dat alleen maar leuk. En wil je mijn recepten teruglezen of mijn merchandise aanschaffen? Dat kan via www.noskubarbecue.nl. Maar goed, Griekse porksteaks, laten we ermee aan de slag gaan. En voor de porksteaks gebruiken we procureur, uiteraard vanwege het vetgehalte. En hier zit geen bot in, dus dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. Dus laten we hem openmaken. Pakken we even een snijplankje erbij. Snij even. Zo. Snij hem even door midden. We gaan niet alles gebruiken. Dus dan, deze gaat weer terug de zak in. En hier ga ik dit weekend gewoon nog lekker pulled pork van maken. Maar goed. We hebben hier een mooi stuk. En even kijken. Er zit niks gras aan. Dit even aan de kant. Even wat kleine rare dingetjes wegsnijden, maar dat waren wat harde stukjes. Dit kan wel blijven zitten. Ja. Wat gaan we doen? We gaan hem mooi portioneren. Ja, 2,5 vinger. 3 vingers, ligt eraan. Ik denk dat als we hem zo. Zo, dan hebben we mooie stukken. Het zijn flinke hompen vlees natuurlijk. Ja, je moet het niet op serveren als je mensen over krijgt die niet zo van vlees houden. Ik bedoel, het is wel natuurlijk. Een flinke stukken. Kijk, hier zit ook nog zo'n hard stukje. Ik snijd het gewoon even af. Je merkt het. Kijk. Mooie grote stukken vlees. Pakken we even de olijfolie erbij. Doe een klein beetje olijfolie erbij overheen, zeg maar, zodat de rub mooi blijft plakken. Nou, hebben we de olijfolie. Heel klein beetje.
Gewoon om een laagje te creëren. Zodat ik de laag mooi blijf plakken. Nou, als dat gedaan is, dan is het tijd om te kruiden. Ik heb hier de souvlaki kruiden. De ingrediënten voor de souvlaki kruiden zal ik even hieronder in de beschrijving zetten. Of in een link naar mijn website. Dan gaan we gewoon... Kijk, dat begint er al mooi uit te zien. Dan zijn we hier klaar. En dan kunnen we de Jack Daniels UDS aan gaan steken. En voor degenen die nog niet precies weten wat een UDS is, zal ik je even laten zien. Als we hier naar binnen kijken, krijg je een idee van wat een UDS is. Nou, ik heb hier aan deze kant heb ik een opening zitten. En aan die kant ook. En aan de voorkant. Die voorkant die gebruik ik eigenlijk nooit, want die is eigenlijk puur alleen om op te starten. Maar ik gebruik vandaag nou een starter, dus dat gaat wel goed. Nou, onderin heb je een kolenmand. Daar heb je je kolen in liggen. En je hebt hier twee roosters waar je op kan leggen. Ik heb hier zelfs nog twee doorvoeren voor een thermometer. En dan kun je dus zeg maar je barbecue vlees, je pulled pork, low and slow. Want ja, ik heb deze nooit hoger gekregen dan volgens mij 130, 140 graden. En dat is ook helemaal niet nodig, want het is echt voor low and slow bedoeld. Dus low and slow kun je dus je producten hierin garen, in de ton, onder in het vuur. Het is lekker warm en dan gaat het gewoon omhoog. Je kunt hier nog een waterpan of een vuurschaal of zo inleggen om het echt af te schermen van je eten. Maar ja, met deze pork steaks moet dat juist niet, want dat vet moet lekker in die kolen druipen en de aroma moet weer omhoog komen. En dat trekt weer in je vlees, dus dat is alleen maar perfect. Dus ja, zo werkt een beetje een UDS. En daar gaan we dus die lekkere porksteaks in maken. Dus ik ga nu de starter aansteken. En dan gaan we eens even deze Jack Daniels UDS eens even opstarten. Juist de Thermoworks dot aangesloten, zit op 94 graden en die loopt nog op. De bedoeling is, ik heb de alarm op 150 gezet, de bedoeling is eigenlijk om rond tussen de 130 en 140 graden te houden. Dus wat ik net al zei, ik heb hem eigenlijk nooit hoger gehad, al is dit nu wel op het laagste rooster. Dus ik ben benieuwd. Maar we laten hem lekker op temperatuur komen en dan gaan we die steaks erop gooien. Dus die pak ik er even bij. Mooi hier boven het vuur, zoals je ziet. Dus deze gaan nu lekker op de barbecue. Zo, gaan we eens even openmaken. Kijk, dat ziet er goed uit. Nou, dan heb ik hier een mopsaus gemaakt. Het recept van de mopsaus staat op mijn website en hieronder in de beschrijving van de video. Nou goed, dan heb ik zo'n mooie mop. Dan gaan we eens even moppen. Even omdraaien. Dus
kijken hoe mooi ze eruit zien van onder. Oh, kijk. Oh, mooi hard aan het worden. Kijk, dat ziet er goed uit. Kijk, dat willen we zien. En dan doen we deze kant ook nog even met de mopsaus. Dan kan dat lekker erin trekken. En dan laten we ze nu dadelijk weer lekker boven dat vuur garen. Je hoort, ik weet niet of jullie thuis horen, maar je hoort gewoon inderdaad gewoon. Nu dan de saus, maar ook net het vet, hoor je gewoon druppelen op de kolen. Dus dit gaat echt prachtig worden. Dus nu de deksel weer dicht, laten we lekker opstoken naar de 130, 140 graden. En dan komen we weer terug als ze een heel eind klaar zijn. Zo, nou, om het uur hebben we even de pork steaks omgedraaid. Dan pakken we even de thermapan Blaze, die mooie nieuwe thermapan. Eens even kijken. 86, 87, kijk. Het begint mooi te worden. 84, 86, ja zeker. Ze zijn klaar. Deze. Ja, deze is ook. Ja, deze zijn ook klaar. Gaan we ze eraf halen. En dat waren ze dan, die Griekse stijl porksteaks. Echt, wat waren die lekker. Mooi dat krokante buitenkantje. Lekker mals van binnen. Ze waren echt supergoed. En die mopsaus. Een beetje van Tootsie's. En een beetje Griekse stijl erbij. Echt perfect erbij. Ik zou zeggen, maak deze thuis ook. Maar goed, wil je meer van dit soort video's zien? De tips, tricks en recepten die ik natuurlijk graag met jullie deel. Vergeet je dan niet om te abonneren. Druk dan ook gelijk op dat belletje naast die abonneerknop. Krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload. En dan ben jij er als eerste bij. En wil je me volgen op Instagram en Facebook? Dat kan natuurlijk, @NaskuBarbecue. Wil je mijn recepten teruglezen of mijn merchandise aanschaffen? Dat kan op www.naskubarbecue.nl. Maar voor nu, zoals ik altijd zeg, maak deze thuis ook. En tot de volgende!